Goedemiddag, hartelijk welkom bij deze sessie over online binding in het digitale onderwijs. Jullie hebben het net al gehoord dat de minister ook zei dat er enorm veel creativiteit ontstaat bij docenten om hun onderwijs opnieuw te ontwerpen, anders in te richten, et cetera. En we hebben het afgelopen half jaar ook gezien dat er ontzettend veel leuke voorbeelden zijn van docenten die het onderwijs ook echt al anders hebben ingericht en ook geprobeerd hebben om te zorgen om die binding te realiseren met hun studenten. Want dat is natuurlijk een enorme uitdaging. En op dat onderwerp gaan we vandaag wat verder in. Ik ga jullie zo meteen iets vertellen over een community rondom online binding die we bij SURF hebben opgericht. En we gaan in op een docent, een stagecoördinator, daar ga ik zo ook nog iets meer over vertellen, die zelf een aanpak heeft ontwikkeld juist om de studenten, de aankomende studenten, om daar de binding mee aan te gaan met de onboarding, zoals dat heet. Dus daar ga ik zo even op verder. Ik wil jullie in ieder geval uitnodigen om ook je vragen te stellen via de chat. Dus daar kun je ook je opmerkingen kwijt en we gaan straks daar ook een poll in doen. Dan ga ik nu mijn sprekers aan jullie voorstellen. Ik heb hier Stefan Plat. Hij is stagecoördinator bij de Academie voor Organisatie en Ontwikkeling van de HAN. Propenduizencoördinator. Propenduizencoördinator, sorry. Ja. En we hebben Tamar Boeding. Zij is tweedejaarsstudent ook aan de HAN. Ja, klopt. En ik wilde ook graag aan jullie voorstellen Petra Wenzel. Petra Wenzel die houdt voor ons de chat in de gaten. En zij is via een online link is zij ook bij ons aanwezig. Hallo Petra. Hallo. Fijn dat je er bent. Ja. En ik wil jullie nu eerst iets meer vertellen over de community online binding. Petra Wenzel is daar de community manager van. En in het afgelopen half jaar hebben we ontzettend veel voorbeelden verzameld. Of eigenlijk Petra heeft heel veel voorbeelden verzameld. Ze is op zoek gegaan naar enthousiaste docenten die dingen net even wat anders doen in hun onderwijs. Die manieren weten te verzinnen om toch die binding met die studenten te versterken. Juist in zo'n digitale omgeving. En Petra die doet bijvoorbeeld ook, mag ik even de slide over de koffiebreak. Die doet tegenwoordig iedere woensdag even een kwartiertje met een docent. Even praten over hoe doe jij dat nou, die online binding realiseren. En dat zijn allemaal hele leuke korte sessies die je kunt volgen via onze vraagbaak online onderwijs. Dus ga vooral iedere woensdag even een kwartiertje kijken naar hoe collega docenten hun onderwijs vernieuwen. En ik wilde jullie ook graag nu een voorproefje geven, of eigenlijk een indruk geven, wat er het afgelopen half jaar is gebeurd. We hebben een compilatie gemaakt van korte videoclipjes, waarin je een aantal docenten en studenten ziet die vertellen hoe zij het afgelopen half jaar hebben beleefd. En dan komt er nu een video. The major thing that I addressed was things were going to go wrong. And instead of allowing students to get frustrated with that and see that as a barrier, I took the fact that things were going to go wrong as a learning moment. Mm-hmm. And so for myself, it actually was a useful exercise as a teacher because I had to be very upfront with my students what my learning objectives for the course were. In leren met hoofd uit handen gaat het eigenlijk altijd allemaal over experimenteren. Ja, dus dit was een ultieme kans om te experimenteren. En ik hoor mijn collega's al zeggen, dat maakt me wel trots, want volgens mij bindt dat ons. Alles mag dan dus ook misgaan. Hij gumde wel eens wat uit wat gewoon live te zien was in beeld. En dat vonden we allemaal helemaal niet erg. Dat waren dingetjes die hem meer menselijk maakten, zoals ik al net al zei. En dat waren dingen waardoor wij toch meer een gevoel kregen met de leraar. En dat we toch meer verbinding kregen met hem. In plaats van een schriftelijk tentamen heb ik toen losse opdrachten gedaan die elke week moesten worden ingeleverd. Dit had het grote voordeel dat ik het leerproces van mijn studenten kon bijsturen en in de gaten kon houden. En zo contact kon houden met mijn studenten om toch een soort van community te bouwen van alle studenten die het vak volgden. Daarom is het ook belangrijk dat je die leerteambijeenkomsten elke week inroostert. En dat jij ze nu en dan als docent toch komt kijken. Of dat jij die e-moderator, hè, die dan de leiding heeft, als contactpersoon vraagt van luister eens, hoe gaat het met jullie?
Wat heel erg fijn hieraan is, is dat je toch wel echt contact en toch wat meer verbonden blijft met je leerkracht. Niet alles is alleen maar digitaal alvast opgenomen. Je kunt ook nog echt persoonlijk je vragen stellen. Maar ik denk dat voor in de toekomst misschien ook wel wat meer toetsen in de vorm van lesbrieven best handig kan zijn. En je onthoudt het echt beter. Maar het moet niet te veel worden natuurlijk. Vervolgens heeft hij de lessen daarna alleen nog maar kleine video's gemaakt. Zodat de YouTube-generatie, waar ik ook in zit, met concentratieproblemen, gewoon heel erg makkelijk bij kon blijven bij de les. Ja, voor mij was corona echt een kans, want ik stoor me al jaren daaraan dat de studenten eigenlijk tijdens de cursus niet veel hebben te zeggen. Daar gaan we achteraf, zo'n studentenevaluatie. En dat stoort me al jaren, want ik vind de betrokkenheid, die gaat natuurlijk omhoog als daar eigenlijk die cursus een beetje meer sturen. En dan dacht ik in maart nu of nooit. Dus dan heb ik echt zo'n co-ownership approach gebruikt. En deze co-ownership, dat werkt fantastisch. Even resume. U zit thuis, u hebt het super naar uw zin. U heeft het ene plan naar het andere. U bent super happy. Fantastisch. U zit thuis en u denkt, oké, ik moet online nog veel meer lesgeven. Ik mis mijn collega's. Ik zit toch een beetje in inactiviteit. Ik kom niet tot wat ik allemaal wil. Kan ik daar zelf iets aan doen? Ja, maar is het iets met me mis? Nee. Het brein helpt in feite niet zo mee dat u iets in kakt, zeg maar. U kunt er in die zin niks aan doen. Maar u kunt er wel wat tegen doen. En wat u tegen kunt doen is een actieve leefstijl. Heb ik dat bedacht? Nee, de literatuur is helder. Ja, herkenbaar, Tamar, wat je de studenten hoorde zeggen. Ja, best wel. Vooral het punt van het moet niet te veel worden is ook een belangrijk punt. Soms krijg je een beetje het idee dat de docenten denken dat zij maar één vak, zeg maar het enige vak geven. Maar het is wel heel fijn als er ook opdrachten worden gemaakt in plaats van alleen maar tentamens. En dat er een goede mix is, zeker nu met corona. Ja. Is het heel lastig om alles op één manier te doen, want de concentratie is gewoon veel sneller weg thuis. Ja, ja, dus dat hou het kort is ook wel een belangrijke. Ja, ja, zeker. Ja. En wat mij opviel was het enorme enthousiasme ook van een aantal van de sprekers van ik zie een kans. En dan moet ik eigenlijk aan jou denken, Stefan, want volgens mij zag je ook een kans. Ja, nou ja, ik herken natuurlijk heel erg dat experimenteren. Daar kom ik straks ook nog wel even op terug als ik dat voorbeeld wat verder toelicht. Ja, verder wat Tamar ook zegt, ik herken dat wel ook. Dat docenten vaak hun eigen vak als heel belangrijk zien en dat helemaal mooi willen maken. Ik ken dat, hebben we bij bedrijfskunde nu zelf ook gedaan, hè, met blended fantastisch toegepast. En je ziet ook dat sommige collega's dat helemaal goed doen en anderen toch een beetje in die oude modus blijven. Dus het is voor iedereen ook een beetje zoeken. Wat ik met name ook van mijn collega Sylvia net terughoorde, is dat experimenteren. Het is echt belangrijk om te experimenteren. En niet alles hoeft dus in één keer goed te gaan. En dat is ook wel een belangrijke les, denk ik. Ja, ja, dus het experiment dat mag ook wel gepaard gaan met wat foutjes. Ja, ja. Dat vond ik ook wel leuk dat die student dat ook zei. Van dat maakt je eigenlijk alleen maar menselijker en daardoor krijg ik gewoon meer binding met jou. Ja, en ik neem zelf ook van die kennisclips op. En die waren aan het begin ook veel te lang. En dan proberen we dus nu ook wat korter te houden. Dus ik moest wel lachen net toen die student dat ook toelichtte. Ja, 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 mooi. Petra, zijn er nog dingen in de chat die je even met ons wilt delen? Er zijn nog geen... Nou, is één heel belangrijk ding in de chat. En dat is dat iemand heel graag wilde weten waar die community te vinden is van Surf. Dat is communities.surf.nl. En als je dan, er zijn twee van de online binding, die heet online-binding. Maar er is ook de vraagbaak, en dat gaat natuurlijk over veel meer dan online binding. En in die vraagbaak, daar zitten zoveel artikelen in met inspiratie. Zeker de moeite waard om een keer te bekijken. Er zijn nog geen inhoudelijke vragen. Oké, dankjewel. Nou, en om jullie gerust te stellen, de links komen straks aan het eind ook nog weer eventjes voorbij in de afsluitende dia. Stefan. Ik wil graag even naar jou. Jij hebt je vooral gericht op een hele specifieke groep, namelijk eigenlijk de nieuwkomers bij het HBO of bij de HAN. Ja. En wat ik van jou begreep was dat je eigenlijk was je al begonnen met een bepaalde aanpak een jaar geleden om de nieuwbakken studenten een beetje thuis te laten voelen. Ja, ja.
En mede ook door corona ben je dat nog verder gaan uitbouwen. En ja. Je bent volgens mij hele mooie dingen gaan doen. Ja. Zou je er iets meer over kunnen vertellen wat je aan het doen bent? Ja, ja. En moeten we daar ook even een plaatje bij laten zien? Ja, ik heb straks een eerste mooie plaatje volgens mij. Ik weet ja, niet of, hier ja, is die. Staat hier. Ja. Die zal ik zo even toelichten. Ja, ja ik ben propenduizencoördinator. Dus het succes van de studenten in het eerste jaar gaat mij enorm aan het hart. Zeker met ja, de vele uitvallers die we hebben. Dus ik was al begonnen met, en dan zit ik gelijk in het plaatje te praten, in die fase 3 die je hier achteraan ziet staan. Kan je heel even kort zeggen welke fases je onderscheidt? Ja, nou ja, en nu zijn we zover dat we eigenlijk 4 fases onderscheiden in onboarding en student onboarding. Hè, en dat is eigenlijk een, ja, dat is weer een Engelse term, sorry voor... Ja, maar het past wel heel leuk bij het thema van vandaag, hè? Allemaal onboard. Nou, dat is eigenlijk helemaal waar, want wat is het doel van onboarding, van student onboarding, is dat je binding creëert. En we hebben het vandaag over binding en student onboarding gaat met name over sociale en academische binding, zoals we dat dan zo mooi noemen. Nou, dat wilde ik eerst in die derde fase. En dan kom ik zo even op jouw vraag van hoe is dat dan opgebouwd. Ja, en wat is die derde fase, ja. Vraag ik me dan af. Nou, dat is dus dan de eerste 100 dagen. Daarvan ja. Weten we in onderwijsland dat die ontzettend belangrijk zijn. Oh ja, want even, misschien is het verwarrend. We hebben hier 4 fases. Alleen de eerste fase heet hier fase 0, trouwens, in dit plaatje. Ja, ja. Dus, maar jij bent eigenlijk begonnen met die eerste 100 dagen. Ja, ja, daar was ik al begonnen. Want ik denk, die eerste 100 dagen die moeten leuk, uitdagend en effectief worden gemaakt. En daar heb ik dus al mijn pijlen op gericht. En in de laatste 2-3 jaar kwamen we erachter. Eigenlijk is het misschien veel sterker om dat aan elkaar te verbinden. Wat je vaak ziet in onderwijsland is dat de voorlichting of de open dag is meer van marketing en communicatie. En het proefstuderen wordt al wat meer van de opleiding zelf. De introductie is heel erg samen met studieverenigingen weer. En dan komen ze in het onderwijs en dan is daar weer een nieuwe club. En wat we hebben geprobeerd, ook met het fasemodel, is om dat aan elkaar te koppelen. Ja, dus al die verschillende processen die er eigenlijk wel zijn, dat waren een beetje losstaande procesjes. Ja. Waar niet echt één lijn in zat. Ja, nou ja, dat zullen de mensen misschien niet altijd even leuk vinden. Er zit wel lijn in, maar het ja. Kan beter en het kan leuker. En daar hebben we dus over nagedacht. Door ook het toepassen van gamification, en dat zal ik straks nog even toelichten. Ja. Maar eigenlijk hebben we dus nu 4 fases, hè, die je hier ook ziet staan, waarvan fase 0 is eigenlijk meer de wervingsfase. Pre-boarding noemen we dat ook wel. En die andere 3 fases zijn echt vanaf het moment dat een student ingeschreven is op de opleiding tot aan het einde van die 100 dagen met de introductie als aparte fase, omdat je daar ook met name aan... Ja, de sociale acclimatisatie ja. Werkt. Laten we ze nog even benoemen. Dus je hebt zeg maar die pre-boarding. Dan gaat de student die gaat ontdekken wat een opleiding inhoudt. Ja. En dan heb je dus de onboarding. Dan heeft de student fase 1 is dan, hij heeft zich echt ingeschreven. Fase 2 is de introductieperiode. Mm-hmm. En fase 3 is echt de eerste 100 dagen ja. Dat de student echt op de opleiding is. Ja, en ja. Dat is makkelijk, hè, want dan is iedereen er. Maar wat doe je ja. Nou in, ik noem het altijd een beetje die dooie tijd tussen een eerste open dag en een proefstudeerdag. Of een proefstudeerdag en de start van je opleiding. Als wij kijken naar het bedrijfsleven, weten we dat die periode heel belangrijk is om je alvast ook operationeel en maar ook klaar te maken voor zo'n studie. En in dit geval ook voor werk, want daar komt het natuurlijk vandaan. Door alvast aan die doelen te gaan werken. Dat je weet van, oh, dit soort systemen ga ik mee werken. Of deze mensen gaan met mij studeren. Want ook dat community verhaal kun je hier alvast mooi vorm mee geven. Door ja. Elkaar te laten leren kennen. Oké, okay. Gaan we zo even op verder. Ik wil in ieder geval iedereen uitnodigen om te reageren op een poll in de chat. In de chat hebben we namelijk, of eigenlijk hebben we een poll neergezet. Waarin je kunt aangeven in hoeverre je binnen jouw opleiding of jouw instituut al bezig bent met dat proces van onboarding. Dat vinden we wel interessant om terug te horen van jullie. Dus daar komen we zo meteen ook weer even op terug. Tamar, even tussentijds een vraag aan jou. Jij bent eigenlijk een student die de eerste 100 dagen met name die onboardingfase heeft meegemaakt. Ja, wat kan je daarover vertellen? Nou, voor ons was het natuurlijk niet duidelijk dat het echt om die 100 dagen gaat. Dat wordt dan nu pas verteld. Maar wij kregen allemaal challenges. En doordat we in de introductieperiode natuurlijk al een soort van bevriend zijn geraakt met de klas, zorgt het ervoor dat er ook heel veel competitiviteit kwam binnen de klas. En dat we echt de strijd aan wilden gaan met de andere klassen. Dus dat was wel heel leuk. Waardoor je elkaar ook kon helpen met de opdrachten in plaats van dat je het alleen maar deed voor jouw eigen beste cijfer. Oké. Okay. Ja, ik hoor jou dingen zeggen als competitie, opdrachten. Stefan, kan je wat meer vertellen over hoe dat er dan uitziet? En wat heb je nou precies ontwikkeld? En we ja. Zijn natuurlijk ook heel benieuwd, want we zitten hier natuurlijk op de onderwijsdagen van SURF.
Wat voor techniek heb je daarbij ingezet? Ja, misschien is het goed om even naar de volgende slide te gaan. Ja. Dus die fases die zijn bekend. Hè? En inderdaad, wat Tamar net uitlegt, dat verdient nog even een stukje context. Wat we hebben gedaan is, we hebben daar gamification aan toegepast. Of aan toegevoegd. Mm-hmm. Vertellen we trouwens ook nooit tegen studenten. Want dat we weten uit onderzoek dat als je games hoort of noemt, dan denkt iedereen direct aan computerspelletjes. En 70% daar weer van denkt dan aan schietspelletjes. Dus ga alsjeblieft, de les 1 trouwens, noem als je gamification toepast nooit die term naar studenten, want dan krijg je dan krijgen ze een verkeerd beeld erbij. Dus, maar wat we eigenlijk hebben gedaan, we hebben dat fasemodel, dus we hebben dat proces en daar hebben we gamification aan toegevoegd. En dat betekent dat je met verschillende challenges, Tamar zei het net al, coins kunt verdienen. En die coins die hebben weer een bepaalde waarde en daarmee kun je de verschillende fases en activiteiten in die fase, die kun je ook aan elkaar koppelen. Dus je moet je voorstellen dat het bezoeken van een open dag, doe je een QR-speurtocht door de school. En door het scannen van die QR-code krijg je dan weer coins. En dat kun je weer allemaal opbouwen tot bijvoorbeeld een studiekeuzecheckgesprek. Mm-hmm. En meenemen in die eerste 100 dagen. Nou, daar had Tamar het net al over. Ja. Waarin we dus allerlei activerende challenges voor studenten klaarzetten. En kan je iets vertellen, want je hebt hier een mooie slide over gamification. Over de verschillende elementen, hoe dat een rol speelt. Ja, het verschil tussen serious games. Ik denk dat de meesten wel business games kennen. Dat is eigenlijk een serious game. Gamification is dat je een paar van die spelelementen, zoals coins of een avatar. Dat is een hippe term voor een deeltje van jezelf natuurlijk. Ja. Dat je dat gaat toevoegen aan een bestaande of echte context. Die niet spelgebonden is. En onboarding is natuurlijk super serieus. Mm-hmm. Dus dat hele proces is het echte, hè, dat is de werkelijkheid en daar voegen wij spelelementen aan toe. Dus dat is belangrijk en we weten dat dat werkt aan de motivatie. Dat zie je ook rechtsboven in dit plaatje staan. Het mooie van gamification is, als jullie Daisy en Ryan kennen, dan hebben ze die eerste drie, die zijn dan bekend. Dat zijn de doelen of eigenlijk de variabelen achter motivatie. Dus hè? Dan heb je het over relatedness, autonomy, mastery, purpose. Ja, dus competentie, autonomie en betrokkenheid. Dat is eigenlijk wat zorgt voor motivatie om ook in dit geval aan je opleiding deel te nemen of om te studeren. En dit is een wat meer gamified model, zeg maar. Die hebben daar dan nog purpose of doel aan toegevoegd. En het aardige is wel dat je dan ook ziet dat dat werkt. Natuurlijk op verschillende studenten werkt dat altijd weer anders. Hè? Dus wat Tamar net leuk vond, dat hoeft iemand anders misschien niet leuk te vinden. En dat zie je ook goed terug in dit model. Het gaat te lang om daar niet te kort om daar helemaal over door te gaan. Maar ik ben niet voor niks docent geworden natuurlijk. Oké, ik ga heel eventjes naar de poll. Petra, wat kunnen we uit de poll halen? Nou, uit de poll, ik zat de poll natuurlijk enorm te volgen en in het begin schoot het enorm hoog op antwoord A. Mm-hmm. Dat werd later ietsje minder, maar nog steeds antwoord A en antwoord B is goed voor meer dan 60% van de instellingen die daar, of op docenten, die daar al mee bezig zijn. Dus ik moet zeggen, ik ben misschien wel een beetje verrast dat het dus eigenlijk al op heel veel plekken in Nederland wordt opgepakt. Dus de student al vanaf de voorlichting meenemen richting de opleiding. Ja. Mooi. Nou, mooi. Ja. Ja, dat is leuk. Ja, nou, ik denk, verbaas me niet zozeer om die cijfers, want iedereen doet dat natuurlijk al wel. Hè? Dus iedereen die heeft wel zijn open dagen en ze proefstuderen. En ja, al die fases die zijn er natuurlijk. Die zijn er allemaal wel. Ja, en het aardige hiervan is dat we er eigenlijk een soort van deken overheen leggen die al die fases aan elkaar verbinden. Door er één groot verhaal van te maken middels gamification, wat ik dus net ook toelichtte. En als we straks die poll hebben gehad, dan kan ik ook even laten zien hoe we dat dan doen met de tooling. Want dat is ook een van de. Ja, misschien mogen we even naar het volgende plaatje. Zeg ik even tegen de techniek. Kunnen we de volgende slide zien? Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Want wat het aardige is dat wij studenten vanaf het eerste contact alvast laten werken met een app. In dit geval is dat samen met Edumundo ontwikkeld. Die ze kunnen gebruiken en waarbij wij de studenten dus al in een vroeg stadium kunnen aanhaken. Daar gaat het eigenlijk om. Je moet het een beetje zien als dat je in een webshop ooit iets hebt gekocht. En dan om de twee weken even zo'n reminder krijgt van, hey, denk je nog aan ons? En dat is ook een beetje wat we in die eerste fases willen doen. Is dat studenten snappen, ik ben belangrijk, ik word gezien, ik krijg wat te doen. Het zijn korte activerende opdrachten. In dit geval staat er een voorbeeld van buddy up. Hè, dus dat je alvast een buddy zou kunnen
of dat je gekoppeld wil worden aan een buddy. Nou, dan accepteer je dat en vervolgens dan komen daar wat ranglijstjes uit. En ik kan er heel lang over vertellen, maar uiteindelijk kun je bijvoorbeeld je study proof certificaat winnen. Hè? Ja. Of eigenlijk kopen in de shop, waardoor je laat zien van hey, ik ben klaar voor deze opleiding. Ja. Deze app, die heb je dus eigenlijk recent ontwikkeld? Ja, deze bestaat al drie jaar. Heb jij ook al echt met deze app gewerkt? Ik heb met deze app gewerkt, alleen nog niet voordat ik met mijn studie startte. Nee, dat was het verschil. Ja. Maar je hebt dus wel ervaren hoe het is inderdaad om van die challenges te hebben. En je had bijvoorbeeld ook een buddy, denk ik? Of nee, heb ik niet gehad ook. Nee, maar je had wel volgens mij een soort van student. Ja, een student SLB'er inderdaad. Een student SLB'er, dat is een student loopbaanbegeleider ja, of zo? Precies. Ja, precies. Ja. Ja. En dat hoort ook bij deze aanpak van jou, begrijp ik? Ja, misschien. Ik weet niet of het kan hoor in de techniek om nog één slideje terug te gaan. Want daar staan mooi die pionnetjes onderin. En die heb ik eigenlijk ooit, ik zeg altijd tegen docenten, jullie zijn de pionnen. Hè? En als je schaakt, we hadden het net over schaken. Dan weet je dat die zijn ontzettend belangrijk. Die zetten de lijnen uit, worden soms ook wel eens geslachtofferd. Maar eigenlijk zijn student SLB is een verlengstuk van deze pionnen. Of eigenlijk zijn zij ook die pionnen in het succes van die student die eigenlijk de koning of de koningin is. Hè. Het is maar even hoe je het bekijkt. Ja. En dus een ontzettend belangrijke rol ook voor ouderejaars. Die eigenlijk als eerste vraagbaak fungeren voor eerstejaars studenten. En daarmee ook best wel veel wegvangen van of afvangen van de SLB'er zelf. Die het natuurlijk alweer heel erg druk heeft. Zoals iedereen. Zoals iedereen. Ja, want hoe is dat nou voor jou om zo'n student ook echt als een soort van begeleider te hebben? Want we hoorden het daarnet ook in het filmpje, een van die docenten die zei, ik heb dan een soort van ambassadeurs gemaakt van mijn studenten. En ik hoor dat nu meer om me heen. De student wordt eigenlijk ingeschakeld als een soort van coach of docentachtige rol. Is dat ook niet gek voor jou als student? Nee, eigenlijk is het juist fijn omdat de drempel iets minder hoog is. Het is toch... De verhouding tussen docent en student voelt toch vrij groot nog steeds. Mm-hmm. Terwijl als je een ouderjaars student hebt die vertelt tegen jou waar je dingen kunt vinden of hoe je een opdracht het best kan aanpakken, voelt het ook niet direct alsof je een soort van gefaald hebt in de opdracht. En het is ook gewoon fijn om te horen van iemand die het al een keer gedaan heeft. Dus. Ja, dus dat werkt eigenlijk gewoon wel lekker. Ja. Ja, ja. Ja, mooi. Ja, heel mooi, ja. Ja, ik was nog heel erg benieuwd. Jij hebt een heel mooi voorbeeld verteld aan mij al in een voorgesprek over hoe je studenten in een al voordat ze bij de opleiding komen, hoe ze al met elkaar in contact komen. Dus dat je op postcode al studenten met elkaar in verbinding brengt. Kan je daar nog iets over zeggen? Oh zo, ja, dat hebben we nu in de introductie gedaan. Want eigenlijk zijn we dit jaar dus in fase 2. Ik heb die fases in mijn hoofd, maar daar zijn we gestart. Dus we hebben het ietsje naar voren getrokken. We mochten natuurlijk niet allemaal naar Nijmegen komen in ons geval en naar Arnhem. Dus toen hebben we bedacht, we zetten die studenten in postcodegebieden. In de introductie, waarin ze dus waar ze elkaar moesten opzoeken in hun eigen postcodegebied. In groepjes van 4. Dus dat mocht nog net in die coronatijd. En dat kwam ook vanuit onderwijskundig advies dat het goed was om al in de introductie de studenten in hun projectgroepen te laten zijn, samenkomen. Dus die hebben daar al een band gecreëerd, als je het hebt over binding. Mm-hmm. En zijn daarna ook doorgegaan in hun projectgroepen. Dus die eerste week heeft daarmee al heel... En dat was een hele succesvolle dag, de dinsdag. Ik vergeet het nooit meer, altijd spannend. Maar er kwamen superleuke posts binnen, hè, want ze moesten de hele dag door allerlei opdrachtjes doen in hun eigen postcodegebied. Dus ga op de foto met de dorpoudste of... Krijt je postcode op de stoep en maak een selfie en dat soort dingen. Ja. Heel leuk om te zien hoe dat, wat voor effect dat had. Ik zie dat er nog aardig wat binnen is gekomen op de chat. Petra, aan jou de prachtige taak om daar één of twee mooie uitspraken uit te halen. Gaat dat lukken? Ja, nou, ik werd heel blij. Dat kwamen inderdaad hele leuke vragen binnen. Een van mijn, natuurlijk in het kader van online binding, de vraag die mij heel erg aanspreekt, is welke factoren in iets, ik zal hem even groot maken, want dat kan ik, dat kan. Welke factoren in interactie met studenten zijn het meest bepalend voor de goede verbinding? Ik denk dat dat zelfs, dat is de grote vraag misschien wel van het moment. En langzaam maar zeker, ook door de interviewtjes die we doen, komen we daar wel tot een antwoord, maar het is inderdaad misschien wel interessant om even te horen hoe dat is gegaan met dit project van over de onboarding. Ja, kan je daar iets over vertellen?
Welke factoren nou het meest bepalend zijn om die verbinding te maken? Ja, nou, we weten academische en sociale binding, dat zorgt voor binding en overal motivatie voor je studie en ook dus weer voor studiesucces. Kijk je naar academische binding, dan wil je weten, hey, wat ga ik eigenlijk studeren, wat wil ik worden, wat zijn de beroepen die je kan gaan uitoefenen. Kijk je naar sociale binding, gaat het met name over die relatie met je medestudenten en met de docenten en ja, de stakeholders waarmee je te maken krijgt. Nou, we weten daar weer van dat aandacht en het betrekken van studenten, maar ook de aandacht die wij dan weer voor studenten hebben, dat dat een hele belangrijke factor is in dit geheel. En daarom dat we ook dat proberen te individualiseren middels student-SLB'ers, buddies al in een vroeg stadium, zodat je dat niet, zeker in deze tijd belangrijk, niet alleen hoeft te doen. Ja, ja. Kun je dat onderschrijven of heb je er nog iets aan toe te voegen misschien? Nou ja, ik heb het dus zelf nog niet gehad, maar ik denk ook dat het heel erg helpt vooraf om een beetje te weten wat je opleiding inhoudt. Want bijvoorbeeld ja, want dat is ook het mooie hiervan, hè? Dat je ook echt inhoudelijk al veel meer te weten komt over je studie. Hè? Ja, want als jij die filmpjes ziet en je denkt, oh, ik vind het toch niet zo interessant, kun je nog kijken of je toch iets anders kan doen. Ja. Ja, oh ja, en dan wil ik graag nog aanvullen, we hadden net de minister, het hele wegvallen van dat BSA, overigens een discussie, die gaan we hier niet voeren wat ik daarvan vind, maar als die wegvalt, wordt het nog belangrijker om die student goed beslagen ten eis aan je opleiding te laten starten. Wij willen gewoon dat studenten een goede kans hebben om ook succesvol te zijn in hun studie. Ik denk echt dat daar nog wel te winnen valt. Ja. Zeker omdat je nu geen... Ja, je kan het niet meer dat risico lopen dat je weer 30-35% uitval hebt aan het eind van het eerste jaar. Want iedereen blijft als het BSA weg is. Ja. Oké, ik zie dat wij toe moeten naar de afronding, helaas. Ik heb echt het idee dat we nog heel veel meer hadden kunnen bespreken hierover. En ik zie ook nog heel veel in de chat. Maar het programma is nogal strak. Ik wil even toe naar de afronding, dus ik wil jullie enorm bedanken voor jullie bijdrage. We hebben ook nog een afrondende slide, want als jullie vragen hebben aan... Mag ik die afrondende slide ook nog even? Ja, dankjewel. Daar zien jullie ook het e-mailadres van Stefan. Dan kan hij jullie nog veel meer vertellen over de app die ontwikkeld is en hoe dat werkt met die challenges die hij gemaakt heeft voor die studenten. Hoe je het kan inzetten. Het is volgens mij echt heel prachtig materiaal. Ik wil jullie nog wijzen op de links naar de community online binding en ook naar de vraagbaak online onderwijs. En ik wil jullie ook nog specifiek attenderen op een artikel wat daar net op geplaatst is, ook door de Special Interest Group Blended Learning, die ook een klein onderzoekje hebben gedaan onder docenten en betrokkenen in het onderwijs van wat volgens hun nou werkt om binding tot stand te brengen. Dus ga daar vooral kijken. En dan rest mij nu niks anders dan deze sessie verder af te sluiten. En nogmaals heel erg dank. Fijn om jullie hier in de studio te hebben. En we houden contact. Leuk om te doen. Jullie ook bedankt. Bedankt. Graag gedaan. Welkom bij Breda University of Applied Sciences. Mijn naam is Lianne Hatsman en ik ben onder andere docent Professional Leadership bij de Academy for Leisure and Events. Voor Professional Leadership werken wij met Lumina Spark. Lumina Spark is een profielschets wat het gedrag van studenten laat zien. Het geeft inzichten in persoonlijkheidskenmerken en gedrag. En wat we daarvoor gebruikten altijd is deze fantastische mat met heel veel kleuren. Wat heel inzichtelijk weergeeft, wat voor energie zet ik in? Groene energie, blauwe energie, rode energie. En dat deden we onder andere door het doen van oefeningen met die mat en op de mat. Dus we stonden letterlijk, zoals ik nu ook sta, op de mat om bijvoorbeeld een stepping exercise te doen. Stap je naar voren als je energie krijgt van het nieuwe dingen creëren. Of juist als je heel ingetogen bent, dat je meer naar de blauwe kant gaat. Maar dit viel natuurlijk helemaal weg. Zoals je ziet sta ik nu in een leeg klaslokaal. En dat was precies wat er gebeurde in maart van dit jaar. Samen met collega Samuel kwamen we op het idee om deze fysieke mat over te nemen in Minecraft. En er een Lumina Minecraft versie van te maken. En het voordeel daarvan was dat onze studenten die in één keer alleen maar online les kregen en veel moesten wennen aan het zenden van informatie en niet meer zoveel dingen met elkaar deden. Dat moesten ze wel, maar het was lastig om contact te krijgen.
Die zetten we samen in een virtuele omgeving. En dan samen in één omgeving zorgt er weer voor dat ze wat gemotiveerd waren. Dat ze er fun in zagen. Want ja, je kon een avatar kiezen, dus hoe gaaf is dat? Dus we deden oefeningen met ze. Dezelfde oefeningen die we dan fysiek ook deden. Maar dan in Lumina Minecraft, zoals je hierboven ziet. En je ziet mij met mijn studenten, zie je oefeningen doen waarbij ze dus nog steeds leren. En het leuke daarvan is dat er een beetje fun in zat en dat er weer verbinding was en dat ze weer met elkaar gingen samenwerken. Nou, wil je hier nou meer over weten, blijf even hangen, want wij zien hier toekomst in. Niet alleen voor professional leadership, maar ook voor andere vakken. Tot zo! Wil je meer weten over samenwerkend leren in de virtuele klas? Blijf dan kijken naar deze presentatie over het project Surf Bison, ofwel begeleiden in synchroon online onderwijs. In dit project ontwerpen we een multimediaal platform met voorbeelden, richtlijnen en adviezen voor online begeleiding in de virtuele klas. We halen onze inspiratie uit casusgestuurd, probleemgestuurd en projectgestuurd onderwijs, zoals vormgegeven bij de Open Universiteit, en geven enkele voorbeelden. In de cursus Inleiding Privaatrecht wordt de virtuele klas ingezet voor het leren oplossen van juridische casus. Studenten bekijken een videogebaseerd modeling-example en vervolgens oefenen ze het casus oplossen in de virtuele klas. Tijdens een fishbowl-taak lost een kleine groep studenten, de binnenkring, de casus op. De buitenkring observeert en bediscussieert het proces. Daarna gaat de groep uiteen in zogenaamde breakout rooms om het casus oplossen te oefenen. In de virtuele klasse van de cursus scheikunde analyseren studenten in groepen scheikundige stoffen. Zo doorlopen studenten een zogenaamde jigsaw-taak, waarbij ze eerst zijn onderverdeeld in expertgroepen die elk een specifieke analysemethode leren. Daarna komen de expertises in heterogene groepen bijeen om tot een oplossing te komen. In de cursus methode voor onderwijsonderzoek schrijven studenten in kleine groepen een onderzoeksvoorstel. In dit projectgestuurde scenario staat de virtuele klas in dienst van monitoring van de projectvoortgang. Per groep zijn virtuele klassessies gepland, gekoppeld aan cruciale projectfasen en tussenproducten. Bison is een ontwerpgericht project. Omdat we vertrokken zijn van bestaande initiatieven van docenten, sluiten de scenario's goed aan bij hun behoeften. Evaluaties met studenten laten zien dat ook zij heel tevreden zijn. Meer weten? Mail ons. We present Atelier, an online platform for programming tutorials. We, that's me, Ansgar Fenke, joined by Angelika Mader, Arthur Rump, Marco Rutgers, Lotte Steenmeier and Chris Witteveen. Atelier is a platform to share, comment and collaborate on student programs. It allows you to consult with other members of the teaching team and has tool support. Our teaching philosophy for programming courses is based on tinkering. This means that students explore the material in a playful manner. Our role as teaching team is then to provide students with material to play with and to get them unstuck when needed. This is a very feedback-intensive process, but it's more fun and showing better results. In Atelier, we emphasize collaboration and sharing, creating a community of practice for students to learn creative programming together. There are built-in tools in Atelier that help TAs when giving feedback by automatically pointing out design issues in students' code. This makes our platform an Atelier-like environment, where students can quickly get feedback on their code and where teaching assistants are supported when they are giving that feedback. In order to share their program, students can upload it to Atelier. A teaching assistant can then leave inline comments. A student can tag issues and they can also tag other people. TAs can do that as well. There are tools available to help identify design issues, for example, regarding code complexity. Students can also ask for more clarification if the answer provided to them is not sufficient. The data gathered by the Atelier project can be used to answer some research questions about feedback and engagements of students. For example, looking into the consistency, quality, transparency, or the effectiveness of the feedback,
and the engagement of the student with the material and the questions. Atelier has been used in two first year courses, currently in a course with 133 students and 27 TAs. There's ongoing bachelor and master research and ongoing development. We hope to release Atelier at the end of 2020.